Dat geeft natuurlijk een extra stimulans om er echt voor te gaan en weer lekker muziek te maken. Het is gewoon leuk om die erkenning te krijgen. Daar kun je niet omheen. Natuurlijk een enorme waardering voor waar we mee bezig zijn. En het geeft ons ook weer steun en energie om de komende jaren ermee verder te gaan. Dus ik ben erg blij mee. Nou ja, midden in de coronacrisis werd Oscar ziek. Oscar Kraal, onze drummer. En ongeneeslijk. En het ging allemaal heel snel. En het is natuurlijk een drama. Hij laat twee jonge dochters achter, zijn familie. Dat slaat in als een bom. We zijn blij, hè, omdat we die mooie prijs hebben gewonnen. Maar ergens schuurt het ook. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven. En het is een onderscheiding die bedoeld is om mensen te eren die zich tijdens hun carrière bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. Ja, we hebben in de studio gezeten om onze nieuwe single op te nemen. Of een nieuwe single op te nemen. Die komt in het najaar uit. We hebben een geweldige week gehad. Na alle corona-perikelen en dingen. Echt super fijn om met z'n allen aan de slag te gaan. Ouderwets. Het is een nummer die we nog nooit hebben gemaakt. En die ook echt wel anders gaat klinken dan we klinken, zeg maar. Dus we zijn heel benieuwd wat iedereen daarvan vindt. We zijn zelf heel enthousiast. Maar het laat toch echt wel een ander geluid horen. En dat is dus heel spannend. We hebben echt erop los geëxperimenteerd, zeg maar. Dus, De titel is Op de golven dansen wij.